Wat zeggen we over 10 jaar over hem? Nou, ik denk dat hij zelfs over 25 jaar nog wordt herinnerd. Dit was het niveau Dennis Bergkamp. Een kunstenaar. Ik ken zijn vader goed. Bob, dat is een beeldend kunstenaar. En eigenlijk was Robin wat zijn vader met een penseel doet. Dat heeft Marco van Basten al gezegd. En ik zeg het hem graag na. Dat deed Robin met zijn voeten. Oogstrelende voetballen. En ja, als je je ogen dicht doet, dan zie je hem zweven op het WK van 2014. Die schitterende kopbal. Na volgens mij de voorzet van, wat was het? Ik dacht, nou, ben ik eventjes kwijt. Van Blind? Blind was dat, ja. En dat was zo ontzettend mooi. Maar hij deed het niet alleen met de kop. Hij deed het vooral met zijn linkerpoot. Ja, een pleintjesvoetballer, een rasvoetballer. En ik hoop zo dat hij heel veel jeugdvoetballetjes beter gaat maken. Dat is echt zijn taak in het leven. Kleine jongetjes nog beter laten voetballen. En zo nam hij afscheid van de pers. Ik denk dat ik namens veel mensen spreek. Dank je wel voor alles. Graag gedaan. Jullie ook bedankt. De afgelopen weken heb ik natuurlijk ook gezien. Jullie hebben ook dingetjes en foto's en meningen over mij gegeven. En die waren vaak heel positief. Ja, ook hartstikke bedankt daarvoor. Dat is altijd leuk als je dat leest natuurlijk. Ik wil jullie ook bedanken voor jullie bijdrage. En ja, getuigen zijn geweest ook van mijn carrière. En de positieve commentaren ook. Dus bedankt. Het was natuurlijk een schoffie, een irritante gozer. Misschien in 2012 nog. Wat is er nu veranderd? Nu is hij een modelprof. Ja, ik denk als je door zijn haar heen kijkt, dan zie je heel veel grijs. Ik denk dat de wijsheid gewoon om de hoek is komen kijken. Nee, maar dat is natuurlijk zo. Robin van Persie is een buitengewoon intelligente jongen. En ik denk dat hij heeft gezien dat hij lelijke steek heeft laten vallen. Nou is het ook niet makkelijk. Wij van de pers, wij kunnen ook rioolratten zijn. En we hebben het hem ook niet moeilijk gemaakt. Maar hij is een sieraad voor de voetbalsport. En het was ook ontzettend leuk om over hem te mogen schrijven. Want er was altijd wel wat. Of hij deed iets oogstrelends. Of aan het begin van zijn loopbaan. Hij was erg ondeugend. Zo kan ik me herinneren dat hij nog wel eens een vrije trap heeft afgesnoept van Pierre van Hooijdonk. Ga je hem missen? Want je praat met zoveel liefde over hem. Ik hou ontzettend van Robin van Persie. Maar ik zal hem zeker niet missen, want ik kom hem in het Rotterdamse heel vaak tegen. En hij schijnt wel eens stiekem met El Hamdoui op pleintjes te voetballen. Dus ik geef mijn ogen te kost.